Het is superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering in de Winterwonderweek. Deze week deel ik elke week een video ter inspiratie om de kerst tegemoet te gaan. En jullie daarmee zoveel mogelijk te inspireren met allerlei kerststukken. En vandaag gaan we ook weer aan de slag met een mooi stuk. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan mis je natuurlijk niks. En heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. De vorige ster is heel hard gegaan. We gaan een andere variant maken. Maar wil je dat dus bestellen, hieronder vind je het linkje. Wees er snel bij, op is op. Maar elke dag komt er een nieuwe video online deze week. Dus is die op, dan komt er morgen weer een nieuwe kans om wat leuks te bestellen. We gaan vandaag aan de slag met dit gouden frame. Het is echt een heel mooi frame. Er zit ook een haakje aan waar je hem aan op kan hangen. De vorige was zwart, dus deze is net even wat anders. En deze gaan we ook anders opmaken, dus dat is ook wel leuk. Alleen maar meer inspiratie. En we beginnen dan met het wikkelen van jute touw om de ster. Ik ga jullie even iets dichterbij halen, dan kun je precies zien wat ik doe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Zoals je ziet heb ik de ster nu helemaal omwikkeld. En dan ga ik de lampjes toevoegen. Dit doe ik weer met het platte batterijtje. Zodat je dat uiteindelijk straks niet zoveel ziet. Oh. Ik heb dus weer mooie lampjes met een draadje. En dan met vooral een platte achterkant. Die vind ik zelf het mooiste omdat je die het mooiste kan wegwerken. Super mooi. En deze wikkel ik op dezelfde manier omheen. Omdat je dan die ster mooi terug ziet komen. Maar je kan er ook voor kiezen om de buitenste zijde te doen. Maar dat is net wat je zelf het leukst vindt. Ik vind het wel leuk om helemaal te verdelen over de ster. Zo kunnen we ook gelijk zien hoe de lampjes zitten. En de bovenkant maak ik aan de bovenkant vast, omdat we daar straks een toefje op gaan maken. En dan zie je hem niet zo weer. Ik klem hem er even tussen. Zo. Kijk, echt al super mooi. Heel leuk effect. Dan leg ik de ster eventjes aan de kant. Dan heb ik als volgt mooi eucalyptusblad. Wit gespoten asparagus. Nobilis en pinusgroen. En daar gaan we een kleine toef mee maken. Ik pak even de ster en ga even kijken hoe ik de lengte wil hebben. Je kan ervoor kiezen om het toefje op de ster te doen of erachter. Dat is net wat je mooier vindt. Als je hem erachter doet, kan je hem wat groter doen. En wil je hem ervoor, dan doe je hem wat korter. Ik vind het mooi om hem compact en wat kleiner te houden. Dus ik ga hem ervoor doen. Ik maak de onderkant van het groen schoon. En ik leg het kerstgroen op de pinus. En daarbovenop doe ik ook weer een takje pinus. Zoals je ziet. Dan leg ik als volgt het eucalyptus er ook tegenaan. Zodat je toefje mooi compact blijft. En daarbovenop doe ik de witte asparagus. En zoals je ziet hebben we dan een heel klein compact toefje. En dit gaan we afwikkelen met touw. Ik maak even een flinke wikkeling, omdat ik het mooi vind als je het weer terug ziet.
En dan leg ik er gewoon even een knoopje in. En deze bevestigen we op de ster. Zoals je ziet geeft het straks echt een heel mooi effect. Dan gaan we de toef bevestigen aan de ster. En dit doen we door middel van touw, door ook een wikkeling te maken over het touw waar we net hebben gebonden. Zodat het één geheel wordt. En ik neem de lampjes gewoon mee, zodat ze extra goed vastzitten. En op de achterkant maak ik hem dan vast met een knoopje. Kijk eens, hoe leuk. Dan heb ik nog wat extra sterretjes om eraan toe te voegen. En deze lijm ik er bovenop. Hier doe ik gewoon een dotje lijm op. En dan is de ster helemaal klaar. Ik heb het bij één ster gehouden omdat ik het gewoon echt al een heel mooi geheel vind met de lampjes. Maar je kan natuurlijk zo vol maken qua decoratie als je zelf wil en wat je zelf mooi vindt. Maar ik vind het zo helemaal geweldig. Vond je dit nou leuk en wil je dit pakket zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je het linkje waar je het pakket kan bestellen. En vond je het een leuke video, doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En daarnaast kan je nog steeds meedoen met de Winterwonderland wedstrijd tot en met 12 december. Wil je daar meer over weten, er staat een video over online. Hoe je daar aan mee kan doen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!